Hey, welkom bij een nieuwe video. The Simpsons is een populaire Amerikaanse animatieserie die voor het eerst werd uitgezonden op 17 december 1989. De serie volgde de hilarische leven van het fictieve gezin The Simpsons in de stad Springfield. Naast hun humor en satirische kijk op het dagelijkse leven staat The Simpsons ook bekend om hun vermogen om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Sommige van hun voorspellingen zijn echter behoorlijk angstaanjagend. Vandaag laten we je de 20 engste Simpsons voorspellingen zien waarvan we niet willen dat ze uitkomen. Ben je nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. Weinig dingen klinken zo angstaanjagend als maak kennis met de toekomstige meesters van het menselijk ras. Vooral als het wordt uitgesproken door Mr. Burns. De toekomst waarin mensen worden gecontroleerd door hun robotmeesters is een voorspelling die nog niet is uitgekomen. Maar met de vooruitgang van AI-technologie is het niet ver weg. De 17e aflevering van seizoen 23 genaamd Damn Robot werd uitgezonden op 18 maart 2012. Mr. Burns introduceerde de A9000 robots die bedoeld waren als werknemers in een Springfield Nuclear Power Plant nadat de zorgverzekering voor zijn eigen werknemers te duur werd. Iedereen behalve Homer werd ontslagen. Het loopt van kwaad tot erger totdat de behulpzame robots stoppen met mensen te helpen. Uiteindelijk achtervolgen ze zowel Homer als Mr. Burns voordat de bevolking van Springfield samenkomt om ze te vernietigen. Klinkt een toekomst waarin robots en AI mensen vervangen en uiteindelijk controleren als fictie, of denk je dat deze voorspelling uit zal komen? Nummer 19. De vierde aflevering van het 19e seizoen, getiteld Treehouse of Horror 18, werd uitgezonden op 4 november 2007. Deze speciaal Halloween aflevering bevatte drie aparte gizelverhalen, waarvan er één Dial Z voor zombies heet. In dit segment wordt de zombie-apocalypse getriggerd nadat Krusty de Clown een nieuwe hamburger introduceert in zijn fastfoodketen Krusty Burger. De hamburger is gemaakt van vervuild vlees dat is geïnfecteerd met een virus dat mensen verandert in vleesetende zombies. Het virus verspreidt zich snel en Springfield wordt overspoeld door hordes ondoden. De aflevering is een parodie op het klassieke zombiefilmgenre, maar raakt ook interessante thema's aan, zoals de gevaren van de fastfoodindustrie en de mogelijke gevolgen van een wereldwijde pandemie. De aflevering kan worden gezien als een waarschuwend verhaal over het belang van voedselveiligheid en ziektepreventie. Maar sommigen beweren dat dit een voorspelling is dat we in de toekomst een zombieapocalypse gaan krijgen. Wat zou jij doen als dit gebeurt? Laat het me weten in de reacties. Nummer 18. Als de dinosaurussen hun bittere einde bereikten in een soortgelijke hemelse gebeurtenis, wat houdt een komeet of asteroïde dan tegen om de aarde opnieuw te raken? Bart's Comet is de vierde aflevering van het zesde seizoen en werd uitgezonden op 5 februari 1995. In deze toepasselijk getitelde aflevering komt de Bart per ongeluk een komeet tegen. Zijn bestemming, recht naar Springfield. Het schrijversteam van The Simpsons was voor deze aflevering geïnspireerd geraakt door de omslag van Time Magazine met afbeeldingen van kometen die op de aarde inslaan. In de aflevering doet Springfield zijn best om de komeet te vernietigen met professor Frink die een raket op het doel afvuurt. Gelooft of niet, maar in het echte leven hebben we ook al meerdere keren een raket afgevuurd op een inkomende asteroïde. Als we de koers van deze asteroïde niet hadden veranderd, had de impact mogelijk catastrofale gevolgen gehad voor de aarde. Laten we hopen dat een soortgelijke gebeurtenis die de dinosaurus uitroeide niet opnieuw gebeurt. Nummer 17. Is Bigfoot echt? Of is het gewoon Homer Simpson? The Call of the Simpsons is de zevende aflevering van het eerste seizoen uitgezonden op 18 februari 1990. In deze aflevering gaan de Simpsons kamperen in het bos waar Homer verdwaalt, aangevallen wordt door bijen, bedekt met modder en per ongeluk wordt aangezien voor Bigfoot. Er zijn in de loop der jaren veel beweringen geweest van Bigfoot-waarnemingen, maar er is nog geen overtuigend wetenschappelijk bewijs om het bestaan ervan te bevestigen. De meeste bewijzen van Bigfoot bestaan uit ooggetuigenverslagen, vage foto's en video's en voetafdrukken. In de Simpsons aflevering werd Homer gezien als Bigfoot en het leidde tot een mediagekte en een zoektocht naar de mythische aapachtige. Dit was echter niet de enige keer dat Bigfoot werd vermeld in een Simpsons aflevering. In de eerste aflevering van het vijfde seizoen, getiteld Four Heads and a Funeral, ontmoet Bart de echte Sasquatch tijdens een familietrip naar Canada. De Sasquatch, die zichzelf Squishy noemt, blijkt een vriendelijk en intelligent wezen te zijn dat bevriend raakt met Bart en hem helpt bij zijn zoektocht om terug te keren naar Springfield. Geloof jij dat Bigfoot in het echt bestaat? Laat het me weten in de reacties. Nummer 16.
Het 27e seizoen, aflevering 16, getiteld The March Ian Chronicles, werd uitgezonden op 13 maart 2016. In deze aflevering raakt Lisa Simpson gefascineerd door het idee van het koloniseren van Mars na het bijwonen van een ruimteconventie. Zij en de Simpsons melden zich aan om de eerste mensen te zijn die naar Mars gaan. Uiteindelijk eindigt het schijnproces met iedereen behalve Lisa en Marge die afhaken. Maar het roept een vraag op. De kolonisatie van Mars houdt ons bezig. Specifiek, het zit in het hoofd van Elon Musk. Elon's inspanningen om Mars te koloniseren zijn namelijk goed bekend. Hij heeft verklaard dat hij gelooft dat het koloniseren van Mars essentieel is voor het voortbestaan van de mensheid. En zijn bedrijf SpaceX werkt actief aan dat doel. In 2016, rond dezelfde tijd dat de Simpsons aflevering werd uitgezonden, kondigde Elon zijn plannen aan om mensen al in 2024 naar Mars te sturen. De kans is groot dat je deze voorspelling in de toekomst zal meemaken. Zou jij een van de eerste personen willen zijn die de reis naar Mars durft te nemen, of blijf je liever op aarde? Nummer 15. Treehouse of Horror 23 is de tweede aflevering van het 24e seizoen en werd uitgezonden op 7 oktober 2012. In deze aflevering voorspellen de Simpsons dat de aarde zal worden opgeslokt door een mini-zwart gat. Zwarte gaten zijn een echt astronomisch fenomeen dat enkele significante gevaren met zich meebrengt. Een zwart gat is een gebied in de ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat niets, zelfs geen licht, kan ontsnappen. Als er een zwart gat op aarde zou verschijnen, zou dit catastrofale gevolgen kunnen hebben. Ten eerste zou een zwart gat alles vernietigen in de directe omgeving, inclusief gebouwen, voertuigen en mensen. Bovendien zou een zwart gat de baan en het zwaartekrachtsveld van de aarde verstoren met mogelijke aardbevingen, tsunamis en andere natuurrampen tot gevolg. De zwaartekracht van een zwart gat is zo sterk dat het zelfs de aarde uit haar baan kan trekken en de ruimte in kan slepen. Laten we hopen dat de voorspelling van de Simpsons dat er een zwart gat op aarde zal verschijnen niet uitkomt. Nummer 14. In de aflevering Treehouse of Horror 8 is er een segment genaamd The Fly vs. Fly, een parodie op de film uit 1986 The Fly. In dit segment wordt Bart per ongeluk een hybride mensvlieg nadat een teleportatie-experiment misgaat. Hij veroorzaakt vervolgens chaos in heel Springfield, inclusief het vastkomen te zitten in een spinnenweb. Teleportatie is de hypothetische overdracht van materie of energie van het ene punt naar het andere zonder de fysieke ruimte daartussen te doorkruisen. Er is onlangs vooruitgang geboekt op het gebied van kwantumteleportatie. Wat betreft implicaties voor het echte leven, als teleportatie mogelijk zou zijn, zou het transport en reizen zoals we dat kennen kunnen revolutioneren. Kun je je voorstellen dat je in een teleportatieapparaat stapt en per ongeluk samen wordt gevoegd met een huisvlieg die ook in het apparaat was gevlogen? Het is behoorlijk angstaanjagend als dit soort experimenten in het echt ook mogelijk zouden zijn. Vind je ook niet? Nummer 13. Klonen is de angstaanjagende kant van een wetenschap waar iedereen het over eens is. Kun je een leger van jezelf voorstellen? In de eerste aflevering van het 14e seizoen is er een segment Send in the Clones van Treehouse of Horror 13. Deze aflevering werd uitgezonden op 3 november 2002 waarin Homer een vervloekte hangmat koopt die klonen kan maken van iedereen die erin ligt. In het echte leven is klonen het proces van het creëren van een genetisch identieke kopie van een organisme. Homer gebruikt de klonen om al zijn klusjes te doen, maar ze worden steeds minder intelligent en gewelddadig en uiteindelijk raakt het leger erbij betrokken. In het echte leven werd Dolly het schaap in 1996 de eerste succesvolle kloon. Sindsdien hebben wetenschappers veel andere dieren gekloond, waaronder katten, honden, paarden en apen. Het klonen van mensen blijft echter een controversieel onderwerp en is illegaal in veel landen. Het klonen van mensen kan ook leiden tot een hele reeks onethische en morele dilemma's. Denk bijvoorbeeld aan de uitbuiting van klonen voor orgaantransplantaties of het creëren van een klasse van genetisch gemanipuleerde supermensen met verbeterde capaciteiten. Nummer 12. In Treehouse of Horror 7 toont het segment Citizen Kang hoe de twee buitenaardse personages Kang en Kodos Bob Dole en Bill Clinton ontvoeren en hun identiteiten aannemen om president te worden. Het idee dat wezens van een andere planeet ons zouden komen onderwerpen of vernietigen is een veel voorkomend thema in science fiction, maar het is ook iets waar wetenschappers en astronomen serieus naar kijken. De buitenaardse wezens in de aflevering zijn van plan om de mensheid te onderwerpen zodra ze de verkiezing winnen, maar Homer verijdelt hun plannen door de echte kandidaten te bevrijden en het ruimteschip te laten crashen.
In het echte leven zijn er voortdurende inspanningen om te zoeken naar buitenaards leven en te luisteren naar signalen van andere planeten, maar het is nog steeds een mysterie of we alleen zijn in het universum of niet. Als aliens contact met ons zouden maken, is het onmogelijk te voorspellen wat hun bedoelingen zouden zijn. We hebben in de loop der jaren echter een aantal mysterieuze radiosignalen ontvangen die nog moeten worden verklaard, waaronder het WOW-signaal. Bovendien heeft NASA verschillende tijdcapsules de ruimte ingestuurd met informatie over de aarde en de mensheid, waaronder de beroemde Voyager Golden Record. Hoe groot is de kans dat deze Simpsons voorspelling uitkomt? En denk je dat we binnenkort buitenaardse wezens in het echte leven zullen zien? Nummer 11. In de Simpsons movie uit 2007 wordt er een gigantische koepel over de stad Springfield gezet vanwege de ernstige vervuilingsproblemen. De koepel is een enorme glazen constructie die de hele stad omsluit en de inwoners gevangen houdt. Het plan was om de vervuiling in te dammen en te voorkomen dat deze zich naar de rest van de wereld verspreidt. Wat deze aflevering zo eng maakt, is dat er een complottheorie is waarin de aarde geen bolvormige planeet is, maar in plaats daarvan een plat, schijfvormig object. Deze theorie beweert dat er een grote koepel is die de hele aarde bedekt en dat de zon, maan en sterren zich allemaal in deze koepel bevinden. In de Simpsons aflevering zitten burgers van Springfield gevangen in zo'n koepel en zijn ze afgesloten van de buitenwereld. Dit leidt tot een instorting van wet en orde en een algemeen gevoel van paniek en chaos. De middelen van de stad worden overbelast en de bewoners worstelen om te overleven zonder toegang tot basisbehoeften zoals voedsel en water. Geloof jij dat de aarde plat is met een koepelvorm erboven? Of denk je dat de aarde gewoon rond is? Laat het me weten in de reacties. Nummer 10. In de Simpsons aflevering genaamd Gone Boy uit seizoen 29 besluit China raketten op de Verenigde Staten te lanceren. In deze aflevering raakt Homer geobsedeerd door een nieuwsbericht waarin wordt gewaarschuwd voor een dreigende nucleaire aanval van China. Hij is ervan overtuigd dat ze nog maar 30 minuten te leven hebben en begint in paniek te zoeken naar zijn familie. Als Homer's angst en paranoia escaleren, komt hij per ongeluk samen met Marge vast te zitten in een schuilkelder. Dit is volgens vele mensen een van de engste Simpsons voorspellingen die hopelijk nooit in het echte leven zal gebeuren. De aflevering eindigt met een verrassende wending wanneer blijkt dat het nieuwsbericht eigenlijk een grap was van Bart en zijn vrienden. De waarschuwing over de raketaanval was namelijk een nepnieuwsverhaal dat ze verzonnen hadden om onder een toets op school uit te komen. Maar dit was niet de enige keer dat de Simpsons deze voorspelling maakten. In de Simpsons aflevering Lisa's bruiloft uit 1995 voorspelt een helderziende genaamd Madame Inga verschillende toekomstige gebeurtenissen, waaronder de Derde Wereldoorlog. Volgens Madame Inga zal deze oorlog worden uitgevochten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Volgens haar zal het worden veroorzaakt door een geschil over de weigering van de VS om over te schakelen op het metrische systeem. De oorlog zal enkele jaren duren en zal leiden tot de vernietiging van veel grote steden. Deze voorspelling van de Simpsons is behoorlijk angstaanjagend. Laten we hopen dat dit niet in het echte leven uitkomt. Nummer 9. De tweede aflevering van het 28e seizoen getiteld Friends and Family werd uitgezonden op 2 oktober 2016. In deze aflevering raakt Mr. Burns geïnteresseerd in virtual reality technologie nadat hij per ongeluk professor Frink tegenkomt die een virtual reality bril droeg. Deze bril bestaat al in het echte leven, maar de technologie rondom virtual reality wordt steeds beter en beter. In de aflevering neemt Mr. Burns de technologie mee naar huis en programmeert een virtueel gezinsleven. Zijn psychiater had hem namelijk geadviseerd om te proberen een gezin te hebben. Kun je je voorstellen als je in het echte leven digitale mensen kan programmeren en mee kan communiceren? Behoorlijk angstaanjagend, nietwaar? In de aflevering wil Mr. Burns de familie Simpson als zijn virtuele familie, maar hij ontslaat ze uiteindelijk nadat ze moe worden van hun baan. De aflevering eindigt met een blik in de toekomst waarin de meeste inwoners van Springfield, inclusief Homer en Marge, virtual reality brillen dragen. Deze afsluiting suggereert dat virtual reality technologie in de toekomst een onderdeel van het dagelijks leven is geworden. Een wereld waarin iedereen VR-brillen draagt en elkaar negeert of alleen in virtuele reality met elkaar omgaat, is een angstaanjagend scenario. Vooral omdat mensen erg vatbaar zijn voor het idee om aan de realiteit te ontsnappen. Nummer 8. Het 12e seizoen van aflevering 14, getiteld New Kids on the Bledge, werd uitgezonden op 25 februari 2001. In de aflevering worden Bart Simpson en zijn vrienden gerekruteerd door een boyband genaamd Party Posse om deel uit te maken van hun muziekvideo.
Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt onthuld dat de boyband eigenlijk een dekmantel is voor een militair project dat tot doel heeft jongeren te hersenspoelen en hun geesten te controleren door middel van hun muziek. Dit idee van muziek gebruiken als middel van hersenspoeling is een populair thema in science fiction, maar het heeft ook een basis in de werkelijkheid. In de afgelopen jaren zijn er meldingen geweest van regeringen en militaire organisaties die experimenteren met het gebruik van muziek als vorm van psychologische oorlogsvoering. Zo heeft het Amerikaanse leger harde muziek gebruikt als vorm van marteling tijdens ondervragingen van krijgsgevangenen. Naast militaire toepassingen zijn er ook beweringen dat bepaalde vormen van muziek kunnen worden gebruikt om het gedrag en de emoties van luisteraars te beïnvloeden. Nummer 7. Treehouse of Horror 5 is de zesde aflevering van het zesde seizoen en werd uitgezonden op 30 oktober 1994. In deze aflevering reist Homer terug in de tijd. In feite verandert hij per ongeluk zijn kapotte broodrooster in een tijdmachine terwijl hij deze probeert te repareren. Op basis van onze huidige kennis is een tijdmachine waarmee je kunt reizen naar het verleden of de toekomst momenteel niet mogelijk. Naar prehistorische tijden reizend herinnert Homer zich het advies van zijn vader over het vlindereffect, maar hij slaat onbewust een mug dood. Dit leidt tot het creëren van een reeks alternatieve tijdlijnen die steeds vreemder en verontrustender worden, waaronder een realiteit waarin Ned Flanders in Tiran is die de wereld regeert. Uiteindelijk leiden Homer's acties tot de vernietiging van het hele universum. Als tijdreizen mogelijk zou zijn, zou dit diepgaande gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van de mensheid. Zo zou het bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om rampen te voorkomen of historische gebeurtenissen te veranderen. Hoewel tijdreizen nog steeds puur theoretisch is, werken onderzoekers al aan manieren om tijd en ruimte te manipuleren, zoals door het bestuderen van zwarte gaten en wormgaten. Nummer 6. De Simpsons hebben nog meer voorspellingen over robots. De Metbot verschijnt in de aflevering Future Drama van het 16e seizoen, uitgezonden op 15 mei 2005. De Metbot is een robotdokter die is geprogrammeerd om patiënten te diagnosticeren en te behandelen. In de aflevering heeft de Metbot een droge en klinische manier van omgaan met patiënten, wat in contrast staat met de warme en empathische aanpak van Dr. Hibbert, de menselijke dokter. In het echte leven zijn we nog niet op het punt waarop medische dokters volledig door robots worden vervangen. Er zijn echter wel ontwikkelingen op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie die de medische sector helpen verbeteren en ondersteunen. In de aflevering blijkt de Metbot gevoelig te zijn voor hacken, wat leidt tot storingen en aanvallen op de patiënten. Robots die mogelijk gehackt kunnen worden is ook een grote zorg in het echte leven en iets wat behoorlijk angstaanjagend kan zijn. In de aflevering Itchy and Scratchy Land uit het zesde seizoen maakt een animatronische robot deel uit van de attracties van het pretpark. De robot heeft een storing en valt bezoekers aan, wat leidt tot chaos en vernietiging. Maar de Simpsons weten de robots te verslaan door hun camera's te gebruiken om de systemen van de robots te laten uitvallen. Het is waar dat robots in de echte wereld kunnen dysfunctioneren en schade kunnen veroorzaken. Naarmate robots geavanceerder worden en in ons dagelijkse leven worden geïntegreerd, is er bezorgdheid dat ze een bedreiging kunnen vormen. Nummer 5. In de Halloween special serie genaamd Treehouse of Horror 8 is Homer de laatste overlevende nadat Frankrijk een kernbom naar Springfield stuurt. De aflevering was de vierde aflevering van het negende seizoen en werd oorspronkelijk uitgezonden op 26 oktober 1997. In de aflevering probeert Homer Lisa gerust te stellen dat ze veilig zijn voor een mogelijke aanval door haar te vertellen dat ze een bomkelder hebben. Hun bomkelder blijkt echter een kartonnen doos in de achtertuin te zijn. Dus gaat Homer naar Herman's Military Antiquities om een echte bomkelder te zoeken. Op dit moment lanceert de Franse president een neutronenbom recht op Springfield. Wanneer Homer door de stad loopt, beseft hij dat hij de enige persoon is die het heeft overleefd. Uiteindelijk wordt hij geconfronteerd met een groep gemuteerde inwoners van Springfield die zichzelf monsters noemen. Deze voorspelling van de Simpsons is behoorlijk angstaanjagend, want de nucleaire oorlog kan catastrofaal zijn voor onze aarde. Het gebruik van kernwapens kan ook verwoestende gevolgen hebben voor zowel het milieu als de mensen die in de getroffen gebieden wonen. Nummer 4. De aflevering in kwestie is Sky Police, de 16e aflevering van het 26e seizoen dat werd uitgezonden op 8 maart 2015. In de aflevering krijgt Chief Wiggum per ongeluk een militair jetpack geleverd wat hij vrolijk accepteert. Later wordt hij echter gevonden door een militaire generaal die oorspronkelijk de jetpack had gekocht, maar in plaats daarvan een goedkoop dekbed ontving. Wiggum probeert te ontsnappen, maar wordt neergeschoten door de soldaten van de generaal.
Kun je voorstellen dat er in het echte leven ook politie is die jetpacks gebruiken om de stad veilig te houden? In de aflevering raakt de jetpack op een gegeven moment uit koers en botst tegen de kerk, waarbij enorme schade wordt aangericht. De gemeente, onder leiding van Marge, moet gokken en kaarten tellen, onderwezen door Apu om geld in te zamelen voor de reparaties. Denk je dat de Simpsons voorspellingen van de politie die jetpacks gebruiken en boven de hoofden van mensen vliegen een reële mogelijkheid is? Nummer 3. In Simpsons Tide, de 19e aflevering van het 9e seizoen, uitgezonden op 29 maart 1998, zien we de terugkeer van de USSR. Nadat Homer is ontslagen uit de kerncentrale, stuurt hij, terwijl hij een nucleaire onderzeeër bestuurt, deze per ongeluk naar Russische wateren. Hierdoor denkt de Amerikaanse regering dat Homer probeert over te lopen. Dit incident leidde tot een politiek geschil tussen de VS en Rusland. Tijdens een VN-vergadering verklaarde de Russische vertegenwoordiger dat de Sovjet-Unie bereid is gratie te verlenen aan het gestrande schip. Dit leidt tot de onthulling dat de Sovjet-Unie troepen en tanks op straat laat verschijnen en we zien ook een zombieachtige Vladimir Lenin die uit zijn tombe in Moskou opreist. De terugkeer van de Sovjet-Unie heeft in de afgelopen jaren tot speculatie geleid, waarbij sommige mensen beweren dat dit de overname van de Krim door Rusland in 2014 en de Russische invasie van de Oekraïne in 2022 heeft voorspeld. Als de Sovjet-Unie daadwerkelijk zou terugkeren, zou dit grote gevolgen kunnen hebben voor de wereld. Nummer 2. Het 17e seizoen, aflevering 17, getiteld Bart to the Future, werd uitgezonden op 19 maart 2000. In deze aflevering wordt Bart afgebeeld als een volwassene die niet succesvol is opgegroeid, terwijl zijn zus Lisa president van de Verenigde Staten is geworden. Een van de opvallendste voorspellingen in de aflevering was het gebruik van hologrampost. In een scène waarin Lisa wordt getoond in het Oval Office, overhandigt een medewerker van het Witte Huis haar een brief die verschijnt als een hologram. Deze technologie lijkt op het huidige concept van e-mailen, maar in plaats van alleen tekst op een scherm te zien, wordt het bericht als een 3D-beeld geprojecteerd. Hoewel dit idee destijds misschien vergezocht leek, is het vandaag de dag niet al te ver van de realiteit. Bijvoorbeeld, in 2018 onthulde Microsoft een mixed reality headset genaamd de HoloLens, waarmee gebruikers hologrammen in real-time kunnen projecteren en ermee kunnen interageren. Dit is overigens dezelfde Simpsons aflevering waarin president Lisa zegt dat ze schulden had geërfd van president Donald Trump jaren voordat de echte Trump de verkiezingen won. Nummer 1. Het einde van de beschaving. Kun je je voorstellen dat de winkels leeg zijn, volledige stroomuitval en geen energie meer? Het is volgens vele mensen een van de meest angstaanjagende Simpsons voorspellingen. Dit gebeurt in de 9e aflevering van het 24e seizoen, uitgezonden op 6 januari 2013, getiteld Homer Goes to Prep School. In deze aflevering wordt Homer aangezien voor een rijke zakenman en uitgenodigd om lid te worden van de Springfield Preppers, een groep welvarende individuen die zich voorbereiden op de apocalypse. Preppers bestaan ook in het echt en het zijn mensen die zich voorbereiden op mogelijke catastrofale gebeurtenissen of het einde van de wereld. In de aflevering geniet Homer van de luxueuze levensstijl van de preppers en raakt geobsedeerd door het idee van apocalypse en hij bouwt zelfs een bunker in zijn achtertuin. Maar als de voorspelling niet plaatsvindt, wordt Homers bunker een gevangenis en raakt hij steeds wanhopiger om te ontsnappen. De aflevering maakt grappen over het idee dat rijke mensen zich kunnen vrijkopen uit een ramp, evenals de paranoia en angst die gepaard kunnen gaan met het idee van een ineenstorting van de samenleving. Maar de Simpsons lijken hun voorspellingen altijd angstaanjagend nauwkeurig te doen, dus er is zeker iets huiveringswekkends aan dit idee, vind je niet? Wat is jouw favoriete Simpsons aflevering? En waarom? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.